Ben je begonnen bij hier en nu? Nee, je bent Icon begonnen, hè? Ja. Dat was toch, ja. Je zit daar toch al een jaar of 20? Als regieassistent. Een jaar of 20 in het vak, hè? Ja, zoiets. Ja. En je hebt ooit gezegd in een interview, het is een hard vak. Hilversum is een jungle voor vrouwen. En vrouwen noemde jij dan ook nog de witte negers. Is er veel veranderd in die tijd? Nee, weinig. Heel wat weinig. Je? Nou, er zijn natuurlijk een paar vrouwen die het heel goed doen op het ogenblik. Noem eens namen. Jullie eigen Tieneke, zou ik zeggen. En zo zijn er natuurlijk meer. Sonja, uiteraard. Die doet het ook al heel lang heel erg goed. Maar als je nou kijkt, bijvoorbeeld bij de actualiteitenrubrieken. Ja, is er nou ergens een echte anchorwoman? Nou, Ria Bremer is toch een beetje natuurlijk. Een ankervrouw. Uiteraard, ja. Dat is natuurlijk. Maar ik kijk even buiten de AVRO dan, hè. Dan, want de AVRO is heel goed met vrouwen. Dat, is, dat moet je opvallen. Ben je daarom bij de NCRV weggegaan? Of? Dat is een aardige. Dat is gewoon open doel. Ja, nee, bedoel ik. Ook. Ja, toch wel. Je kon daar niet verder komen. Nou ja, daar lag het toch wel ietsje moeilijker, ja. Maar ik weet niet of dat nou nog zo is, hoor. Wanneer ga jij Wiebe opvolgen? Moet er niet aan denken, hè? Heb je geen pretentie, ambitie daarin? Nee, ik wil geen macht, joh. Wat heb je daar nou aan? Wat wil je dan wel? Ja, gewoon mooie programma's maken. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil. Ja? Programma's die mensen leuk vinden om naar te kijken. En nou, dat vind ik al moeilijk genoeg. Een paar weken terug heb ik je reuze gemist in de tv-show van Yvonnie. Want die had toen Aad van de Heuvel op bezoek om te praten over een stukje wat in Panorama heeft gestaan. Geschreven door Hans Auwer, die er ook niet jonger op wordt. En waarin jij... waarin echt een vreselijk lullig stukje over jou. Kritiek is nooit leuk, hè? Of kan het je niet verschelen? Nou, het hangt een beetje af van de manier waarop. Ja. Ik vind dat iedereen moet mijn programma heel slecht kunnen vinden. Of heel goed. Want het is alle twee denk ik niet helemaal waar. En... Maar van je bril moeten ze afblijven. Bijvoorbeeld, ja. Goed. Maar hij noemde jou toen, die ouwe noemde jou toen de babbelende boodschappenmand. Tas. Dat is nog niet zo erg, hè? Dus, nee. Gaat. Maar daarnaast noemde hij jou ook hoofdstoelbaanvuurder. Ja, dat kwam dus helemaal verkeerd aan. Flauw. Ja. Hij vond ons programma ook een antisemitische stroming binnen de vrouwenprogramma's. Kijk, en dan ga je volgens mij een beetje te ver. Het slaat dus echt nergens op. Maar waarom ben jij dan toen niet bij Yvonnie geweest om dat even... Want in die week verscheen de Panorama, dus dat is handig om er even op in te gaan. Nou, nee, juist niet. Want kijk, op dinsdag zat Yvonnie en hij had mij inderdaad ook uitgenodigd. Maar die Panorama lag nog tot en met woensdag in de winkel en ik dacht één ding, maar die oplag gaat niet omhoog doordat ik bij Yvonnie zit. Aha. Dus daarom heb ik nee. Daarom heb ik nee. Dus nou krijg je de kans om even erop in te gaan. Ja. Wat vind je ervan? Het zegt een hele beloofde meneer Auwer, denk ik. Heb jij nooit dat jij in een gesprek, want ik heb altijd, zij komt, de goede beste zin. Maar dat ik denk van, nou, ik heb minstens 10 dingen die ik met haar wil bespreken en komen er 3 of 4 aan de orde. Ja, of je bril had ik willen beginnen, waarom je sinds Avro's Service Salon van die fantastische neo-moderne brillen draagt. Neo-postmodern. Ja, gewoon, dat past dan bij zo'n pak, hè. Hoe kom je daar? Ga je elke dag, lig je in een groot winkelbedrijf te joekelen in die bakjes met brillen? Nee, ik koop gewoon een hele zooi tegelijkertijd, hè. En dan, ja. En dan op een gegeven moment, dan heb ik ze allemaal een keer opgehad en dan gaan ze weer terug. Mm. En dan heb ik nog een vraag. Een soort lease. Waarvan ik dacht, hoe komt het nou, vorig jaar op 21 december 1988 is het Pan Am vliegtuig wat van Londen naar New York moest, is op Lockerbie gevallen. Je hebt echt goed je huiswerk gedaan, joh. En jij had met dat vliegtuig mee zullen gaan. Ja. Durfde je niet? Nee. We hadden vorig jaar dat vliegtuig genomen naar New York. En toen daarvoor bedoel je? Het jaar daarvoor, ja. En toen was mijn bagage in Londen blijven staan. En dan had ik dus een week in New York zonder bagage gezeten. Nou, dat is heel vervelend als het daar heel koud is. Dus dat wilde ik niet nog een keer. Dus ik nam het andere vliegtuig. Dus echt, direct vloog. Door dat toeval heb je het echt gemist? Ja. God, zijn we blij dat ze het gemist hebben? Ja, toch? Nou, ja, nee, er zijn misschien ook mensen die denken, was het maar gebeurd? Ja, goed. Hebben jullie last van depressies of niet? Hoe? Nou? Wat meen je dat nou? Ja, wat dacht je? Wat voor soort? Nou, ja, de bekende soort, hè. Totaal niet meer zien zitten. Nee, maar duurt dat lang of is het gewoon even een dagje? Of omdat de beste jenever op is? Of omdat je man weg is? Of... Nee, dat is juist altijd helemaal zonder enige reden. Dat is zo erg. Meen je dat nou? Je komt zo op mij over als een strenge, pronte vrouw die iedereen die maar een depressie heeft uit het gezichtsveld maait. Omdat ze op weg moet naar het positieve leven. Helemaal verkeerde indruk heb jij. We moeten eens een avondje gaan stappen. Nee, we gaan nu een avondje praten. Dat stappen, daar wordt niemand meer beter van vandaag de dag. Hoe ben jij? Je vertelde net dat je wel eens een psychiater had bezocht, hè? Ja. Was dat ook om een
Nou, ik heb een depressie van een paar jaar achter de rug. Daar ben ik dus pas 2 jaar geleden uitgekomen. Dan heb ik een verrassing voor je. Moet je even wachten. Wie is onze volgende gast? Een psychiater. Door het weerbericht van het KNMI worden depressies vaak goed voorspeld. Maar hun prognose schiet tekort als onze geest daardoor wordt gekweld. In ons hoofd is het soms zwaar bewolkt en aanhoudend somber weer. Er wonen hier 750.000 depressivi en misschien nog wel een ietsje meer. Maar er is hoop voor iedereen in de geestelijke gezondheidswinkels. Onze derde gast geeft nu consult, hoofd polypsychiatrie van het AMC, Jan Swinkels. Hallo Jan, bedankt Hans dat je even stoeltje wilde wisselen. Want als ik een psychiater op bezoek heb, wil ik hem wel flink recht in de ogen kunnen zien. Terecht, hè? Ja, dankjewel. Het duur is. Dankjewel. Jan, jij bent chef-kok, zal ik maar zeggen, op de polykliniek psychiatrie van het AMC in Amsterdam. Dat klopt, ja. Dat betekent dat jij veel te maken hebt met mensen met depressies die daar komen. Jullie doen onderzoeken naar depressies. Ja. Hoeveel depressievi kent Nederland nou? Nou, als schatting zijn in ieder geval 500.000, als schatting, dat zijn vrij zekere getallen, 500.000 zeer ernstige. Ja. Mensen die dat echt helemaal van, ja, echt depressief zijn. Mm. Een beetje... Inclusief Prins Klaus, en die, laten we zeggen, voor de depressie weer meer heeft gedaan dan zijn vrouw voor de hairdo's ooit zal doen. Zeker. Wat is een depressie? Hoe herken je een depressie? Ja, het is in ieder geval een sombere stemming met lusteloosheid, die minstens 2 weken duurt. En ja, waar je, ja, in je privéleven, in je spelen, in je, ja, in alles zie je niet meer zitten. Je hebt een soort sombere bril, op een zwarte bril. Daar heb jij wel eens last van gehad? Nou, ik ben wel eens depressief, maar nog nooit zo'n tijd dat je zou kunnen spreken van een depressieve ziekte. Een depressie, dat is wat anders. 14 dagen is het minimum wat je moet hebben om jezelf depressief te kunnen noemen. Ja, dat is een soort arbitrair, hè. Daarvoor ben je gewoon, dan kan je wel eens hebben, slecht uit bed gestapt, precies, of een beetje down. Ben jij een voorstander van de mensen snel pillen geven? Als ze heel depressief zijn wel, ja. Want dat lijden wat mensen hebben is zo erg. Het is leven en dood zijn, hè, zeggen mensen vaak. Ja. Als pillen niet helpen, wat doe je dan? Geen zwaardere pillen. En als die niet helpen? Die zijn nog zwaardere. Revolver. En dan? Revolver. De revolver, ja. En elektroshocks, ben je daarvoor? Nee, ik ben in principe niet voor elektroshock, maar in het uiterste noodgeval, dan heb je niks anders dan dat. En ja, dan moet je het gebruiken, denk ik. Want het lijden van die mensen is zo erg dat die shock op zich, ja. Je moet geneeskundig handelen, niet afwegen naar de manier van doen. Want ja, een chirurg is ook niet aardig, hè? Als hij opensnijdt. En ja, elektroshock is niet aardig, niet elegant, maar het helpt wel. Is de een meer geneigd tot, om een depressivus te worden dan de ander? Zeker, ja. Niet alleen sociale omstandigheden, maar ook duidelijk erfelijkheid. Wordt daar mede door bepaald. Ja. Je hebt het in je. Ik bedoel, waarom straalt Catharine het niet uit? Waarschijnlijk. En waarom heeft Hans er wel last van gehad? Ja, dat is natuurlijk een heel complex van patronen. Hè? Dus dat is de erfelijkheid, maar ook wat je meemaakt in je sociale leven en je persoonlijkheid. Hè? Het is vaak de prijs die je moet betalen voor je gevoeligheid. Hè? Als je het boek van Hans leest, dan begrijp ik heel goed dat hij depressief is af en toe. Ja, ja waarom? Nou, hij is gezellig aan het spelen met een vriendinnetje als hij klein is. En dan moet hij voor een soort rechtbank verschijnen om zijn gedrag te verantwoorden. Nou, ik moet je zeggen, ik zou nooit meer met vriendinnetjes spelen als me dat was overkomen. Mm. Dus ja, toch? Ja, nee, dat, ja. Maar dat ben ik dat dom als... Dat hakte er mij hard in, ja. Maar ben ik dat dom als ik zeg van... zonder depressies hadden we ook een stuk minder leuke boeken, films, schilderijen, noem maar op. Kunst en cultuur zouden minder bloeien als... Of zieken. Maar ja, je moet je oor maar eens afsnijden, dat doet toch pijn? Ja. Exact. Ja, goed. Nee, goed. 1-0 voor Dorrestein en we gaan verder. Waarom ben je psychiater geworden, Jan? Ja, ik was eerst namelijk dat helemaal niet van plan. Ik wou iets van neurochirurg worden of zo. Maar ik vond dat al dat andere werk zo saai. Mm. Het is altijd dezelfde handelingen, dezelfde vragen. Heeft u pijn in uw buik? En die stethoscoop dezelfde plaats. En hier kan ik me veel meer in uitleven. Mm. Is het niet moeilijk om, laten we zeggen... je eerste patiënt zo, hoe was dat? Ja, dat was heel moeilijk, ja. Want ik was toen nog heel idealistisch. En toen werkte ik bij de GGD en toen zei die meneer die daar toen werkte, dokter Verhoef, zei, ga jij maar eens daar naartoe. En ik daar naartoe.
Dan hadden we nog van die bakkies waren toen. Hè? De mensen die gingen luisteren en die konden nog horen toen waar dan de GGD-auto naartoe ging. Dus er ging dus tegelijkertijd een heel brommerstel en auto's. Dus een hele opstootje daar. En toen kwam het eraan. Toen kwam er een tv naar beneden. En agenten onder de yoghurt. En toen moest ik naar boven. Nou, ik dacht, ik ga fijn praten. Hè? Ja. Nou, ik fijn praten. En ik dacht, ieder agent er weg. Dat wekt agressie op en zo. Nou, ik met die mevrouw op de bank. En die mevrouw pakte mij vervolgens beet aan mijn haar en trok me door het aquarium heen. Dat heb ik goed geweten, ja. Gewoon niet, ook voor mezelf niet erkennen dat er zulke ernstige stoornissen zijn. Dat mensen echt helemaal de kluts kwijt zijn. Mm-hmm. Maar het is een kwestie vak van wat je moet leren, hè. Ja. Er is al een boek uit van de man die jouw hoogleraar was, hoor. Die P.C. Kuiper. Kuiper, ja. Ja? Ja? Heb je het gelezen? Ja. Ja, dat is voor mij een spannende roman, hè? Want ik heb daar middenin gezeten. En al de pseudoniemen zijn voor mij wel enigszins herkenbaar. Ja. Zo blij dat de hoogleraar, hij was hoogleraar psychiatrie. Ja, hè? Beroemde. Dat hij ook zelf depressief kan worden. Vind ik zo'n geruststelling voor ons eenvoudige patiënten. Ja, zeker. Zie ik dat fout? Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Ja, het kan iedereen overkomen. Het kan iedereen overkomen. Mij ook, ja. Jou ook. Wat is er nou nog? Ik vind zo fascinerend. Ik las laatst in de Newsweek weer een verhaal over nieuwe trends in de psychiatrie. Hè? Wat bijvoorbeeld deze week in de krant mensen met vliegangst. Ja. Hè? Dat bestond 200 jaar geleden toch niet, hè? Of in de tijd van Freud. Nee, want er waren nog weinig vliegtuigen. Ja, precies. Toen vlogen ze nog niet. Nee. Maar dus die dingen, die hele psychiatrie, die verandert, hè? Vroeger kennen we de glaswaan bijvoorbeeld. Dan dachten mensen, ik ben van glas. En als ik dat aantik, val ik in 1000 stukken. Dat komt niet meer voor. Dat was in de tijd dat het glas zo'n beetje inkwam. Dat ja, echt... En nu heb je hele andere beelden. Dingen die te maken hebben met al die nieuwe televisiefilms van Space Invaders. Maar ook bijvoorbeeld een ziekte als AIDS. Ja, er zijn nu mensen die denken dat ze dat hebben. Terwijl ze dat niet helemaal denken, zijn ervan overtuigd dat ze het hebben. Daar heb je mee te maken. Dus dat verschuift dat verandert. Maar hoe dan? Komen de mensen die geen AIDS hebben, komen naar jou toe en zeggen... Dat komt voor. Die zijn er dan van overtuigd dat ze het hebben. Want dat lezen ze in de krant dus en voelen zich dan en denken, ik heb dat, ik heb die ziekte. Mm. En die lijden daaraan, alsof ze het hebben. Ja. Dat is heel erg. Trekken jullie iets aan van dingen die je in de krant leest? Ik bedoel, van de week, als je kijkt, Gorbachev bij Thatcher, dat is al lachen. Namibië, dat wordt ook nooit wat. Wat heb je nog meer? Alaska, dat is ook geheel zwart nu. Ja. Wat heb je nog meer? Ja, stervende zeehonden en zeeotters, maar dat sla ik meteen over. Daar wil ik niets meer mee te maken. Nee? Ik bedoel, mijn leven wil is ik maar een meisje krijgen. Mijn leven is beroerd genoeg. Ja. Nee, maar is het... Ik bedoel... Ja, nee, ja, die huis. Ik weet... Je maakt hem helemaal depressief. Nee, daar komt het op neer. Maar als mijn leven zelf een beetje in orde is, misschien ga ik dan als vrijwilliger in Alaska olie ruimen. Maar... Ja? Nou, als je kan natuurlijk gebukt gaan onder het lijden van de wereld. Ja. Maar daar zul je de wereld niet mee beter maken. Ik begrijp precies waarom die patiënten bij jou komen. Ja? Dank je. Is er nog een plaatsje vrij? We hadden net even over het nieuws en hoe je dat aanslaat. Jan, jij bent een aanhanger van het idee dat een gezonde, een positieve geest ook goed is voor je lichaam. Mensen die depressief worden, die zijn ook een beetje zeurderig diep in hun hart. Zeg je dat? Ja, nee, moet je mee oppassen. Nee, dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. Maar ze komen wel zo over natuurlijk, op het moment dat ze depressief zijn. Ja. De hele omgeving vindt dat die mensen zeuren. En dat vinden ze dan zelf ook. En daarom gaan ze niet naar een dokter en dan zeg ik ben een zeur. Want ik heb geen reden om te zeuren, want alles gaat goed. Ja. Bijvoorbeeld. Mm. Ben jij een positief type, Katrien? Ja? Nou, dat zei ik je al straks. Hè. Het wisselt. De ene dag dan kan het niet kapot en de andere dag dan denk ik... Waar ligt dat dan aan? Vraag je dat niet af? Ja, dat ligt aan hele kleine dingen. Ik bedoel, het kan zijn dat ik dadelijk hier dat pand uitloop en dat er een vent tegen mij roept... God, ben jij toch een trut? Nou, en dan soms denk ik barst en de andere keer denk ik... Ja, dat is ook zo. Die man heeft gelijk. Nee, dat ben je niet. Ja, dat denk ik dan gewoon. En dan... Je gaat niet gewoon met die fijne spitse schoentjes even flink... Ja, dat is de derde stemming die ik dan heb, begrijp je? Ja. Maar ja, dat kan in hele kleine dingen. Soms kan je heel blij zijn door het feit dat er een merel op je tuinpad zit te fluiten. En soms denk je, wat doet dat beest daar toch de hele dag? Laat je ja. En dan pak je je geweer gewoon. Ja. Daf! Nee. Maar dan begrijp ik van jou dat voor jou gewoon geluk een kwestie is van het kan komen en het kan gaan. Ja, het is iets stabiels in je. René Vroger die zingt zoiets van een kopje, een glaasje thee of zo, dat kan geluk brengen. Zoiets. Nou, het zit inderdaad in dat soort kleine dingen. Dingen die je doet. Ja. Ja. Het leven schommelt. Ik geloof dat we een einde aan moeten maken. Want we zijn echt reuze positief hier vandaag. Hè? Ja, Hans, je wordt wel een beetje down, hè, geloof ik. Of niet? Nee? Jan, zijn er normale mensen op de wereld? Jij als psychiater moet het weten. Ik weet niet wat het is, hoor. Wat normaal is. Weet ik niet, nee, echt niet. Nee? Ben ik serieus, weet ik niet. Maar ik vraag je eigenlijk ook omdat jij bent behalve.